mijn twee paneleden. Vandaag Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. Goedemorgen, Jelmer. Goedemorgen. En aan rijdend, lopend, fietsend, geen idee, is nog Ralf Sluis. Hij is raadslid bij Hart voor Den Haag en beleidsmedewerker bij BVNL. Die komt zo meteen naar de studio binnenwandelen dus. Maar wij beginnen vast met... BNR breekt. Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met het klimaat. Want we zijn aardig op weg om de klimaatdoelen te halen. 55% minder CO2-uitstoot in 2030, maar net niet goed genoeg. En daarom kwam er onlangs, een maandje geleden, een rapport met 77 aanbevelingen. Ter inspiratie voor de hiervoor noodzakelijke aanvullende besluitvorming stond er. Een soort keuzemenu met klimaatmaatregelen dus. De Tweede Kamer moet nu, vanmiddag, vanaf 3:00 onderling gaan uitvechten welke van die aanvullende maatregelen ze willen gaan nemen om die doelstellingen waar te maken. Minister Jette wil vaart maken, maar ja, in de coalitie lijkt weinig eensgezindheid. Hoe moet Den Haag daarmee omgaan? Nu doorpakken of pauzeren? Of allebei, hey, waar kennen we dat van? Ons breekijzer vandaag is: het kabinet moet stoïcijns doorgaan met CO2-reductie. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. In ieder geval hoe Jelmer erover denkt. Maar ik ga beginnen bij klimaatverslaggever Mark Beekhuis van BNR hier in de studio. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Iwan. Ook maker van de BNR-podcast Studio Den Haag. Niet helemaal irrelevant in deze context. En ook bij ons is Joris Thijssen, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Goedemorgen, meneer Thijssen. Goedemorgen. Ons breekijzer: het kabinet moet stoïcijns doorgaan met CO2-reductie. Wat vindt u? Nou, niet stoïcijns. We moeten wel rap door met CO2-vervuiling verminderen, want dat biedt heel veel kansen en ons land is extreem kwetsbaar voor klimaatverandering. Maar niet stoïcijns, want heel veel mensen moeten gewoon geholpen worden met het verduurzamen van hun huis en het verlagen van de energierekening. Mm-hmm. En we merken dat met name mensen die een lage middeninkomen hebben, die dat toch heel ingewikkeld vinden. Dus daarom komt vandaag met een initiatiefnota waarbij we echt die mensen gaan ontzorgen, zodat ze een advies krijgen van: dit kun je doen in je huis, zo regelen we de financiering. Hier is een aannemer die het kan. En ook nog eens een keer een bespaargarantie, zodat mensen er echt warmpjes bij gaan zitten de komende winters. Oké, en kunt u iets meer vertellen over die nota? Wat is het idee? Ja, dus wat je nu ziet is dat het kabinet heel veel subsidiepotjes heeft. Uh-huh. Die zetten ze klaar. Maar eigenlijk mensen die dat het hardste nodig hebben, die een lager inkomen hebben en een slechter geïsoleerd huis, weten die potjes niet te vinden. Dus het meeste van het geld komt terecht bij de hogere inkomens. Nou, en dat is niet de manier om klimaatbeleid te doen. Klimaatbeleid moet rechtvaardig zijn. En dit is voor ons een hele belangrijke stap, waarbij we dus echt die mensen actief gaan benaderen en gaan zeggen: hey, wij willen een voorstel doen, zodat we kunnen zorgen dat jouw energierekening naar beneden gaat, dat jouw huis goed geïsoleerd en gezonder wordt, en je doet ook nog eens een keer iets goed voor het klimaat. Heeft u al een rondje gemaakt of daar een beetje meerderheid voor is? Nou, iedereen heeft hier altijd zijn mond vol van. Ja. Iedereen vindt het belangrijk dat iedereen het kan meemaken. Ja. Toch zie ik dat dat geld vooral gaat naar hogere inkomens. Dus ik dacht, nou, ik ga het nu eens opschrijven in de initiatiefnota, samen met GroenLinks. En ik ga het maar eens even heel precies maken. Heeft u het en dan rondje... mogen de partijen zeggen wel of dat de voorzitter nog tegen. Heeft u het rondje al gemaakt of nog niet? Nee, dat is natuurlijk het debat. Ja. Dat gaan we vanmiddag beginnen we met dat debat. En dat gaan we de komende weken met elkaar voeren. Oké, maar er gebeurt ook wel een beetje voorwerk af en toe, toch? Ja, zo af en toe doe je voorwerk. En wat ik zeg, ik heb dit de afgelopen 2 jaar hoog op de politieke agenda gezet, samen met heel veel organisaties. Nu is het tijd om kleur te bekennen. Ja, meneer Thijssen, ik praat zo met u verder. Jelmer, ons breekijzer. Het kabinet moet stoïcijns zorgen met CO2-reductie. Nou ja, hetzelfde wat het Kamerlid ook al zei, is niet stoïcijns, maar wel door. Ook op de persoonlijke maat. Ja. Ik vind het een beetje zwak als je een nederlaag hebt gepakt in de Eerste Kamer. Je hebt plannen gemaakt en nu denk je, oh ja, mensen zijn er niet voor die verandering. Nu gaan we een beetje in de hakken in het zand zetten. Ja, of als je geen eensgezindheid meer hebt, dat kan natuurlijk ook. Dan weet je, wat moet je dan doen? Nou ja, ik denk dat het vooral gaat omdat mensen ontevreden zijn. En dat gaat niet per se om klimaat, het gaat om een heleboel dingen. Maar dan is het juist belangrijk dat je juist die mensen die zich benaderd hebben gevoeld door beleid van de overheid, maar wel baat bij hebben voor een duurzame woning of een lage energierekening, die dat dan beter te weten komen. Ja. Daarom is dat belangrijk dat je daarvoor inzet. Mark, even kort, want meneer Thijssen moet zo weg, dus ik wil hem zo nog even wat vragen. Ik ga niet zo vragen wat jij ervan vindt, maar wel naar wat jouw inschatting is van de haalbaarheid van die extra maatregelen. Want wij stonden hier een maand geleden ook, toen was dat IBO-rapport net gepubliceerd. Er staat hartstikke veel in, en eigenlijk moet je het allemaal doen, wil het zin hebben, toch? Ja, niet alles. Er is één pakket maatregelen waarvan ze zeggen, dit zou ik zeker doen. Maar je zou ook bijvoorbeeld de landbouw kunnen
kunnen willen ontzien, want daar hebben we al genoeg problemen mee in de afgelopen tijd. Consequentie daarvan is dat dat in andere sectoren meteen keihard toeslaat daarna. Dus dat soort uitzonderingen die moet je met mate, denk ik, toepassen. Mm-hmm. En uiteindelijk, het gaat om 22 megaton. Dat is wel heel veel, hoor. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je al die maatregelen bij elkaar optelt, dan kom je er op een heel aantal combinaties, kan je er komen. Dus haalbaar, ja. En ik hoor ook uit Den Haag van Kamerleden dat ze zeggen, ja, we zijn net begonnen. Natuurlijk hebben we nog niet een overeenkomst, maar we komen er wel uit. Ja, en het plan van meneer Thijssen, wat we net hoorden? Dat is iets waar volgens mij zelfs de minister al een beetje op heeft toegegeven. Mm-hmm. Die heeft al geld voor bijvoorbeeld fix-it-brigade-achtige constructies gereserveerd. Een maand of twee geleden. Dus daar maakt hij misschien ook wel een kans mee. Oké, okay. Meneer Thijssen, is dat in de uitvoering ook allemaal te doen? Want we kennen allemaal de arbeidstekorten in dit soort sectoren. En de overheid en de oplossend vermogen en daadwerkelijk uitvoerend vermogen is ook niet heel groot. Dus ziet u het daar niet stuk lopen? Nou ja, dat is een grote uitdaging. Dus je moet inderdaad ruimhartig zorgen dat je als Rijk en als gemeentes hiertoe, dat je de gemeentes hiertoe in staat stelt. We weten behoorlijk goed waar de mensen wonen die in slecht geïsoleerde huizen zitten en die een wat lager inkomen hebben. Er zitten er ook mensen tussen die in energiearmoede leven. Dus zorg er nou voor dat je het geld wat je hebt en de capaciteit die je hebt, dat je die vooral richt op de mensen die dat het hardste nodig hebben. En dat zijn de mensen in energiearmoede of mensen die niet in energiearmoede zitten, maar wel heel erg geholpen zouden worden met een goed geïsoleerd huis. Ja, daar moeten we in eerste instantie op inzetten. Tweede Kamerlid bij de PvdA, Joris Thijssen. Vanmiddag te bewonderen vanaf 4:00 dus in de Tweede Kamer, samen met al die andere partijen, of te verafschuwen wat je zelf wil, uiteraard. Inmiddels binnen, voordat mensen denken dat ik heel erg meneer Thijssen, nee, snap wat ik bedoel. Ralf Sluis. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent raadslid bij Hart voor Den Haag, medewerker bij BVNL. Ons breekijzer vandaag. Het kabinet moet stoïcijns doorgaan met CO2-reductie. Wat vind jij? Nou ja, het zal je niet verbazen dat ik daar ietsjes anders in zit. Ik zie dat klimaatbeleid eigenlijk een enorme impact heeft op de levens van heel veel mensen. En eigenlijk is natuurlijk de Nederlandse CO2-uitstoot heel minimaal. Het is 0,5% van de werelduitstoot. En ondertussen wordt er wel echt een enorm ingrijpend beleid op de mensen afgevuurd. Waar ik wel een beetje moeite mee heb. Ja, waar zitten die moeite in? Want ja, meer CO2 zorgt voor opwarming van de aarde met allerlei negatieve gevolgen van dien. Dus misschien wil je er toch wel iets aan doen? Nou, ik bestrijd niet dat de aarde opwarmt. Ja. En het is in de afgelopen eeuwen altijd zo geweest dat er grote uitschieters naar boven en naar beneden geweest zijn. We hebben een ijstijd gehad. Europa is ook, heeft een tropisch klimaat gekend. Ja, dat kwam volgens mij niet door benzineauto's of all-inclusive reizen naar Turkije. Oké, maar als je zegt laat maar gebeuren en dan zien we wel hoe... Ja, moet nee, ik zeg aanpassen. Zeker niet laat het maar gebeuren. De opwarming van de aarde, die is er. Maar of dat 100% ook te wijten is aan CO2-uitstoot... Ja, dat heb ik nog niet vastgesteld. Nee, oké. Okay. Ik denk dat het bij IPCC-rapporten dat iets anders zeggen, toch of niet? Nou, het is niet alleen maar CO2, er zijn meerdere broeikasgassen. Maar de relatie tussen broeikasgassen en de opwarming van de wereld... die ligt wel vrijwel zeker vast. Ja. Ja, je zei het is niet vastgesteld. Ik zeg dat de wetenschap in een andere wereld... De wetenschap ziet dat wel zo is. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.